Ja, over de jonge meiden in de koninklijke familie gesproken. Net als hun leeftijdsgenootjes zijn ze erg druk met hun telefoons, met social media. Zo heeft Eloïse, de 18-jarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, inmiddels tienduizenden volgers op haar Instagram. Ja, boven de 20.000 al. Zo snel zelfs. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, hè, dat zij zo'n account heeft met zoveel volgers. Wat maakt het zo bijzonder? Nou, ze heeft dat account al vrij lang, al jaren. En je merkt, er staan nog maar 75 foto's op. Dus nog niet zo heel veel om zoveel volgers al te krijgen. Je ziet, ze is nu 18 jaar, dus ze begint wat losser te worden. In het begin was het echt nog wel heel voorzichtig. Ja, ze is nu echt een beetje aan het influencen, inderdaad. Ja, veel selfies. Maar ook echt kettinkjes met merken en zo. Ja, is dat, kan dat eigenlijk vriendinnetje allemaal dan gewoon? Meer. Kan dat allemaal gewoon? Zijn daar afspraken over? Nee, het kan. Haar ouders moeten ook gewoon werken voor hun geld. Krijgen geen staatstoelage in Nederland. En zij moet straks ook gewoon werken. Ze wil graag naar de hogere hotelschool. Ja. Vind ik dan ook wel weer leuk. Ja, ze wil manager worden. Dus dat kan. En ik denk wel dat er van jongs af aan is er natuurlijk wel bij, maar ook bij de prinsessen Alexia, Ariaan en Amalia heel erg over gesproken. Denk goed na voordat je iets plaatst. Denk er twee keer over na. Want als eenmaal iets op internet staat, gaat het er nooit meer van af. Ja, Eloïse heeft ook vragen beantwoord, hè? Ze deed een hele Q&A. Zat daar nog iets opvallends tussen? Ja, nou ja, dat ze naar de hotelschool gaat. Ik vond het zelf wel heel erg leuk dat ze vond dat ze de allerliefste oma's van de wereld had. Ja. Want wij kennen die oma natuurlijk. Het is een meisje van 18 die op Instagram. Maar als zij het heeft over haar oma's, ja, we kennen ze wel. Natuurlijk de moeder van prinses Laurentien, omdat die getrouwd was met minister Brinkhorst. Ja. Maar ook haar andere oma. Dus dan is het wel heel dichtbij opeens. Ja. Ja. En hoe zit dat dan met de andere, de prinsessen Amalia, Alexia, Ariaan? Want die zitten wel ook een beetje op sociale media. Heel veel. Ja, maar heel veel, maar niet zo'n open account, toch? Wat is het verschil? Ik denk dat daar, daar kijken we meer naar. Hè? Amalia is natuurlijk op een dag koningin van Nederland. Als alles zo doorgaat zoals het nu gaat. Dus die heeft een anoniem afgesloten account? Ze heeft wel een openbaar account gehad. Het was ook aan het influencen. Zagen we, dan ging ze outfitjes neerleggen. Wat ze ging dragen. En nu heeft ze een afgeschermd account. Maar er zijn heel veel mensen die allemaal fanaccounts hebben. En die worden toegelaten. Halen de foto's van het echte account af en plaatsen dat op die. Dus we zien best heel veel. En op TikTok is ze voornamelijk actief. Ja, prinses Alexia gaat het om. Wat doet zij op TikTok? Leg dat eens even uit voor mensen die ook denken, wat is TikTok? TikTok? Moet je mij horen? Ik zeg het ook. Wat is het? TikTok is heel erg hip, vooral onder jongeren. Ja. Daar kan je grappige filmpjes opzetten. Korte filmpjes zijn het. Dansjes, liedjes. En dat doet Alexia ook. Ja, wij mogen die beelden niet laten zien, hè, vanwege de mediacode. Ja. Is dat eigenlijk ook logisch, vind jij, dat niet mag? Terwijl we het online wel kunnen bekijken. Ik weet ook niet of je het niet mag. Want in principe is het natuurlijk gepubliceerd. Het staat erop. Ik vind alleen dat we zelf ook wel moeten nadenken. Mm. Het zijn meisjes van onder de 18. Ja. Laat ze maar lekker experimenteren. Laten we ze nog een beetje wat dat betreft met rust laten. Ja. Is dat belangrijk, meneer Aartsen, om ze in bescherming te nemen? Want we zien op die accounts soms ook hele vervelende opmerkingen bijvoorbeeld. Ja, ik vind het logisch dat je dat inderdaad lekker daar laat. Ik bedoel, er wordt zoveel online gezet die je hier ook niet op de nationale televisie uitzendt. En ik vind, geef je mensen ook een klein beetje privacy daarin. Helemaal inderdaad als die meiden onder 18 zijn. Ze hebben het al best moeilijk natuurlijk. Ja, als ik kijk naar mijn eigen kinderen die toch diezelfde leeftijden hebben. Die zitten de hele dag, hebben ze ook contact met hun generatie via al die apps, Snapchat en van alles en nog wat. Ik mag ook niet op hun accounts kijken, overigens. maar dat hebben zij natuurlijk niet anders. Alleen, zij zijn wel dochters van een koning. Dus wij kijken daar met z'n allen op een andere manier naar dan naar het account van mijn dochter. Ja, en gaat die mediacode, denk je dat dat in de toekomst nog gaat veranderen als Amalia koningin wordt? Nou, ik denk dat het heel goed voor ze werkt. Ik denk niet dat ze dat gaan afschaffen. Nee. Wij...